De belangrijkste motor voor ontwikkeling is investeren in kennis, waarmee een land goed tot ontwikkeling kan worden gebracht. Socioloog Jack Menke benadrukt hiermee het belang van kennis voor de ontwikkeling van Suriname. Volgens Menke moet de begroting van de regering beter besteed worden aan onderwijs en dienen de investeringen van jongs af aan te beginnen. Met deze aanpak wordt de komende generatie klaargemaakt voor goed bestuur, wat de toekomst van het land garandeert, meent de wetenschapper. Afstappen van, weet je, dat centraal gedoe van dat de regering alle geld heeft, centraal. Toch, ik zeg het makkelijk, bij het ministerie van Financiën. En dat je daar van daaruit een verdeling krijgt, continu een hele regeerperiode. Waardoor de districten niet zelfstandig kunnen beslissen over een heleboel zaken waar ze zelf beleid over zouden kunnen maken met districtsbestuur en de resortsraden. Ik denk dat die twee dingen de eerste dingen zijn die we echt drastisch zouden moeten veranderen in Suriname. Menke besluit met de boodschap om visionair te blijven kijken naar de ontwikkeling van Suriname die in het beheersen van de klimaatcrisis ligt. Meer hierover morgen in ons programma In Gesprek met om 8 uur via kanaal 12.1.